Ik ben Lisa van Tiel, ik ben 14 jaar en ik kom uit Luiken. En ik speel bij BLC Baarn in Baarn. En mijn trainer is Pieter Koenders en Raymond Jansson. En mijn conditietrainer is Emiel Mellaert. En sta je ook nog op de Nederlandse landen? Ja, ik sta 17 jaar. En wat vind jij het leukste eigenlijk aan een junior tour? Nou, vooral spelen op gras. Oké, dus als je nu door bent, vind je het leukst te spelen op gras? Ja, ja, en natuurlijk als ik weer naar de Bahama's ben. Ja. Hey, ik heb gezien dat je kampioen bent geworden met de competitie. Ja. In de vijfde klasse en je gaat in de vierde klasse spelen. Ja. Dat is een stukje hoger. Ja. En zie je nu ook stijging in je eigen spel, dat veel beter is geworden door de competitie? Niet helemaal, want vijfde klasse ben je te laag. Vonden wij allemaal zelf. Alleen de wedstrijd tegen Marlene Havens ben ik wel op vooruit gegaan. Okay. Dat was ook de enige echte uitdaging, zeg maar. Oké. Dus volgend jaar wordt het een echte uitdaging? Ja, ik denk het wel. En blijven jullie precies in hetzelfde team? Nee, dat weten we niet. Oké. Spannend. Ja. En heb jij een speciaal Grand Slam toernooi wat je erg leuk vindt? Nou ja, Wimbledon vind ik wel speciaal. Ja. Dat is ook het enige Grand Slam op gras. Dus als je zelf zou mogen kiezen om op één te mogen spelen, zou dat Wimbledon zijn? Ja. Heb je ook wel een voorbeeld? Gewoon een vrouwelijke of mannelijke tennisser? Ja, ik vind Wozniacki heel... Wozniacki, het lijkt een beetje op. Ja, ik weet niet. Ik vind haar gewoon heel leuk om te zien tennissen. Okay. Nou. Ja, en Roger Federer vind ik ook wel. Roger Federer bij de mannen. Ja. Oké, leuk. En heb jij dus een droom in de toekomst wat je echt wil bereiken met tennis? Nou ja, niet helemaal. Gewoon kijken hoe het loopt en gewoon... plezier maken en gewoon zoveel mogelijk uit proberen te halen. Maar het is natuurlijk wel leuk om op een grens te komen. Okay. Ja. En als je wint hier, dan mag je naar de Bahama's. Wat verwacht je daarvan? Nou, ik verwacht dat het een hele leuke ervaring wordt. Het is heel speciaal. Mijn eerste toernooi in het buitenland. Oké. Ik verwacht het veel leuker. Nou, ik wens je heel veel succes. Dank je. Hopelijk mag je naar de Bahama's. Ja, ik hoop het ook. Mag je even heel snel zeggen welke je kiest, zeg maar. Ik zeg twee dingen en dan mag ik kiezen welke je wil. Ja. Nadal of Federer? Federer. Venus of Serena? Venus. Venus. Voorhand of backhand? Voorhand. Dubbel of enkel? Enkel. Gras of gravel? Gras. Wie wordt de winnaar bij de dames open op het grote toernooi? En bij de mannen? Ja. Weet je niet? Nee. Wordt Nederland wereldkampioen? Nee. Draag je het liefst een jurkje, een rokje of een broekje? Een broekje. Oké, dankjewel.